Hi, we zijn in Noordoost-Brabant vandaag bij Miranda van der Wouw. En wie is Miranda? Wie is Miranda? Ik ben werkzaam als natuurgeneeskundig therapeut. Ik ben 53 jaar oud. Wat ik in mijn praktijk heel erg merk, is dat mensen behoefte hebben aan een stuk stressreductie en pijnreductie. En heel veel mensen zijn ontzettend moe. En wat ik daar heel erg in neerzet is dat bewegen in combinatie met gezonde voeding gewoon enorm belangrijk is. Dus Vooral de combinatie, niet het een los van het ander. nee, het is echt, voor mij is het echt een combinatie van goede voeding, bewegen. En er zijn natuurlijk nog wat andere dingen die daar een rol bij spelen, maar dat zijn wel twee basiselementen. Ik heb in mijn eigen leven ervaren dat dat gewoon heel belangrijk is. En dat probeer ik mijn cliënten ook mee te geven. Je bent ervaringsdeskundige op dat gebied, begrijp ik hieruit? Ja, ik ben een jaar of 25 geleden gediagnosticeerd met fibromyalgie. Dus ik zou in een rolstoel terechtkomen. Van daaruit ben ik gaan zoeken wat er wel kon. En gewoon dat een stukje beweging en gezond eten, een stukje supplementen erbij, dat dat gewoon een enorme bijdrage is aan mijn gezondheid. En ik zit nog steeds niet in een rolstoel. Zo. Daarnaast heeft mijn man, die is 5 jaar geleden overleden, helaas. Maar ook hij heeft daar heb ik ook vanuit het diabetesstuk echt ervaring mee gezien van, ja, voeding en gezondheid is gewoon enorm belangrijk in combinatie met beweging. En vandaar dat jij ook werd aangehaakt bij fietsen voor mijn eten. Wat is dat, fietsen voor mijn eten? Fietsen voor mijn eten is dat we proberen om mensen en in beweging te zetten. Dus dat mensen met de fiets op pad gaan om hun eten te verzamelen wat ze graag willen hebben voor die dag of die week. En daarmee ook uit de supermarkten wegblijven, veel meer puur natuur gaan eten. En het liefst ook bij plaatselijke ondernemers. Het is uiteindelijk wel zo dat het voor onze gezondheid belangrijk is dat we uit onze eigen regio ook eten. Want dat is toch onze leefomgeving. En ja, hoe kun je dat mooier doen dan op de fiets te stappen en in de eigen regio rond te kijken en te rijden om je spulletjes bij elkaar te verzamelen. Ja, en door deze tijd nu dit jaar in 2020 zijn er steeds meer mensen die op de fiets stappen natuurlijk en allerlei lokale leveranciers ook ontdekken. Dus wat dat betreft een goed jaar voor jou om te starten. Jazeker. En ook een jaar waar natuurlijk zeker mede ook door alles wat er al geweest is tot nu toe, je echt wel ziet dat mensen ook meer in hun eigen omgeving gaan kijken en niet allemaal verder weg. Dus mensen zijn echt ook wel op zoek naar mogelijkheden dicht bij huis. En nu ben jij voorfietser geworden voor de regio Noordoost-Brabant. Waarom heb je daarvoor gekozen? Nou, wat ik belangrijk vind is dat we en de lokale ondernemers steunen en in een goed daglicht zetten. Er wordt enorm veel goed werk gedaan door de boerderijen, door de landwinkels en dergelijke in de regio. En daarnaast, vanuit mijn praktijk als natuurgeneeskundig therapeut, vind ik het gewoon heel belangrijk dat mensen zo natuurlijk mogelijk eten en in beweging komen. Dus voor mij is het een hele mooie combi om mensen ook te activeren om ook echt stappen te gaan zetten naar voeding en beweging. Ja, ze kunnen zich zoeken naar de website. Dat is fietsenvoormijneten.nl. Daar vinden ze de diverse regio's die al aangesloten zijn bij dit netwerk wat in het Westland begonnen is door Maya van den Ende. En jullie hebben per regio is er ook een Facebookgroep. En die hebben jullie ook, hè? Fiets voor mijn eten, Noordoost-Brabant. Ik zal hem even erbij inhalen.
Daar zie je bijvoorbeeld staan dat, dat je dus ook lid kan worden. Het is verder een openbare pagina, maar je kan wel lid ervan worden. Ja. Ja. Ja, het is gewoon ook fijn als mensen er, als ze stalletjes vinden of iets te delen hebben ook over waar ze geweest zijn of een mooie route, dat mensen ook interactief dingen op de pagina zetten. En dus ook weer tips kunnen geven aan de andere fietsers. Ja. Je ziet daar ook al een verslag van de fietsroute die Marja nu aan het doen is. Dus kijk alvast gewoon lekker op die pagina. En meld je aan. Heb je zelf bijvoorbeeld een locatie die ook lokale producten verkoopt, streekproducten. Dan kan je ook aanmelden op fietsenvoormijneten.nl, hè? Ja, en dan op de tip. Als je in de menu kijkt, heb je daar een tip. Op de website is dit dan, hè? Op de website, ja. Daar kun je via tippagina kun je dat aangeven. Oké. Als iemand anders in een andere regio voorfietser wil worden, hoe gaat dat in zijn werk? Ik weet niet of jij dat kan beantwoorden of Marja. Ik denk dat Marja dat beter kan beantwoorden. Mijn verhaal is eigenlijk een beetje apart. Ik ben namelijk in het verleden student geweest in een opleidingsstukje wat zij gegeven heeft. En ik ben weer we zijn elkaar weer op pad gekomen via een telefoongesprek. En zo ben ik begonnen. Maar volgens mij staat er op de website een mogelijkheid om je aan te melden en voor fietser te worden voor een regio. Ja, ik zie het inderdaad staan bij Word voor fietser. En daar kan je dan zelf de informatie op vinden. Helemaal goed, dankjewel. En ik zou zeggen, fiets gezond verder en doe mee met Miranda en alle andere voorfietsers in Nederland. En tot de foto's van jouw fietstocht op de Facebookgroep van jouw regio. Dankjewel. Ja, er staat al een filmpje op, dus ze kunnen alvast kijken. Ga vast kijken. Is goed. In ieder geval bedankt. Oké.